Dit is Rail. Ja, gewoon kilometers maken in de treinen, dat is toch wel fantastisch om te doen. In Nederland ligt ruim 7000 kilometer spoorlijn. Van dat spoor maken iedere dag meer dan 1 miljoen reizigers gebruik en rijden er per dag met gemak 350 goederentreinen met lading naar bestemming binnen en buiten Nederland. Het werkaanbod in de sector is en blijft groot. En word je machinist, dan ben jij verantwoordelijk voor het veilige en tijdige vervoer van al die mensen en producten. Of je nu met een goederentrein van het rangeerterrein naar de haven gaat of met een passagierstrein een dienstregeling draait. Het uitzicht verveelt nooit. Wil jij een schakel zijn in de wereld van vervoer via het spoor? Dan begint jouw toekomst bij het STC. Toen ik kind was, vond ik treinen altijd heel erg leuk. Toen ben ik naar de open dag gegaan van deze school. En toen hebben ze me van alles laten zien. Andere bedrijven, alle bedrijven. En toen kwam mijn eindoptie bij de NS-reizigers. Ik heb deze opleiding gekozen om prachtige machines te besturen. Daarvan goederen te vervoeren van plek naar plek en daarbij ook nog lekker te verdienen. Een treinmachinist is iemand die bij een spoorwegbedrijf werkt en die bestuurt treinen van het ene station naar het andere station. En dat kan zijn bij goederen, maar ook met reizigers. En ik verzorg diverse vakken die betrekking hebben op de opleiding. En dan gaat het over veiligheid, dan gaat het over communicatie, dan gaat het over het voorbereiden van het werk van de treinmachinist, dan gaat het over de infrastructuur, over de sporen, waar de trein overheen rijdt, dat soort vakken. Met deze opleiding moet je rekening houden dat je een psychologische en een medische keuring moet doen voordat je gaat beginnen met de opleiding. Bij de psychologische keuring ga je testen doen om jouw reactievermogen en het vasthouden van jouw aandacht te bewijzen. Bij het medisch onderzoek word je getest op kleurenblindheid en jouw gehoor en nog een aantal andere zaken. Je krijgt les van vakdocenten die af en toe ook zelf nog in de cabine zitten. Natuurlijk oefen je ook op de railsimulator met verschillende voorbeelden uit de praktijk. Zo leer je hoe je als machinist veilig goederen kunt vervoeren en passagiers van A naar B kunt brengen. Ja, we hebben een hele mooie simulator waar we leren rijden op verschillende scenario's. Daar kunnen we precies zien wat we nou wel en niet goed hebben gedaan tot op de seconde. Wat ik belangrijk vind tijdens onze lessen is dat we goede voorbeelden geven van werkzaamheden van de treinmachinist uit de praktijk. Zelf heb ik een paar jaar gewerkt bij een spoorbedrijf en we hebben ook verschillende spoorbedrijven die regelmatig een gastles komen verzorgen. Wat de opleiding van het STC zo uniek maakt, is dat je zowel treinen leert rijden bij NS met reizigers, als ook bij goederen, bijvoorbeeld bij DB Cargo. En je kunt zelfs stage lopen bij infrabedrijven, dus dat zijn bedrijven die ook sporen onderhouden en maken. Spreekt dit jou aan? Dan is de opleiding Machinist Railvervoer misschien iets voor jou. We helpen je om het beste uit jezelf te halen en je carrière een vliegende start te geven. Dit gaat helemaal lukken als jij elke dag met veel enthousiasme je opleiding volgt. Aan het einde van je opleiding weet je alles over techniek, regelgeving, seinen, veiligheidsprocedures en ben je klaar voor alle uitdagingen op het spoor. Leren voor een verantwoordelijke baan op het spoor? Kom dan zeker eens kennismaken met het STC MBO College. Kijk voor meer informatie op de website.